Die lood van die samenleving moet verlicht worden. Want een herstelplan is eigenlijk herstellen van een ziekte in de economie. Ja, die subsidies met name aan de nutsbedrijven, EBS, SWM, moet omlaag. Het is te groot, het is te fors. En je moet ook niet gaan subsidiëren mensen hun stroomgebruik. Anders krijg je verspilling. Mensen maken hun kranen niet dicht, lekkages worden niet opgelost. Mensen draaien airco's gewoon eenmaal 24 uur, terwijl ze niet in die kamer zitten. Omdat het zo goedkoop is. We moeten naar de commerciële prijs die EBS moet vragen. Natuurlijk moet EBS ook efficiënter gaan draaien, maar dat is niet het discussiepunt. Het tarief moet fors omhoog, zodat EBS kostendekkend kan worden. En voor diegenen die in problemen komen omdat ze te weinig verdienen, aan de andere kant van die samenleving, voor die moet je een subjectsubsidiesysteem gaan invoeren. Niet een één-fase en twee-fase subsidie, want ook een miljonair die één of twee fasen heeft, ga je dan subsidiëren. Dat wil je niet. Je wil goed geld van de samenleving, wil je niet gebruiken voor mensen die het niet nodig hebben. Die lood voor die samenleving moet verlicht worden, want een herstelplan is eigenlijk herstellen van een ziekte in de economie. Dus de economie is uit balans, we moeten hem terugbrengen in balans, zodat het weer goed gaat functioneren. Dat kost altijd pijn. Tegwa datra, dat altijd je amogio andresi of amog behandeling of facitat, altijd al gaat die pienzo, of altijd al beter pienzo. Maar daarna komt die beterschap. Dus we moeten dat doen. Het sociale rechtvaardigen van je systeem, dat moet in je herstelplan zitten, zodat de onderlaag van die samenleving, demofina wang, niet iedereen, maar de onderlaag, dat die mensen niet zodanig verarmen door je programma. Dus je moet corrigeren voor diegenen die het moeilijker gaan hebben. Het sociaal vangnet vind ik nog steeds niet helemaal evenwichtig zoals het in het herstelplan staat. Er is nog steeds geen goed systeem van subjectsubsidie, want we willen geen rijke mensen gaan subsidiëren. Die redden zichzelf wel. Je moet die arme mensen gaan voorkomen dat ze straks moeten eten uit de vuilnisbak. We hebben een sociaal gevoel naar onze medemens toe. We willen dat goed oplossen, ook in crisistijd. Ja, de kern van het probleem is dat we overheid hebben gecreëerd die zoveel meer uitgeeft dan ze verdient. Dus wat we moeten doen is die overheid iets zuiniger maken en die verdiensten gaan verhogen. En dan komen we op uw vraag van waar zou je het geld kunnen halen, zodat we die welvaart weer opnieuw kunnen verhogen. En belangrijk is bij die natuurlijke hulpbronnen, waar het verdiend wordt. In de eerste plaats goud. Driekwart van onze export is goud. En we verdienen er relatief weinig aan. Meneer levert kritiek op de contracteuren, maar we zouden er meer uit kunnen halen. De kostprijs is rond de $1000 per troy ounce. En de verkoopprijs op de markt is nu $1800. Kijkt u maar wat een winstmarge die bedrijven maken. Zowel die grote als die kleine jongens verdienen er goud geld aan. En wij moeten als samenleving van hun vragen om solidariteit, dat ze een hogere bijdrage leveren. Het vraagt natuurlijk een stuk capaciteit en daar zijn we zwak in. Ons ambtenarenapparaat is uitermate zwak. Ons belastingdienst is uitermate zwak. De douane, u kent het allemaal. Dus we moeten daar actief aan gaan werken om dat geld ook te gaan halen. We hebben die hogere inkomens al gevraagd om 10% van hun salaris in te leveren. Die hebben dat gedaan zonder morren. Die gootjongens gaan ook meewerken. Transparant, modern bestuur vraagt openbaarheid. Dat wil zeggen, alles wat een minister of een directeur doet, alles wat er publiek gebeurt, moet hij ergens te zien en te verifiëren zijn. Dat is modern bestuur. Dat zie je alle landen die vooruit gaan, alle landen die dynamiek hebben, die hebben openbaarheid van bestuur. Wij denken dat de politiek hier, omdat ze daar zitten, dan mogen ze meer dan ons. Ze doen het werk voor ons, dus zij hebben verantwoording af te leggen. En geen propagandaverhalen, maar echte feiten moeten ze tonen. En als dat betekent dat ze aan meneer X 5 concessies moeten geven, of, dan moet dat bekend worden gemaakt, zodat het volk een mening kan geven erover.